Vandaag op maandag 17 augustus in de middag staan we hier in een heel bekend plekje, op een heel bekend plekje moet ik zeggen, in de gemeente Waterland. De geoefende kijkers die zien dat natuurlijk meteen. We staan in Zuiderwoude. Vanmiddag wordt hier door PWN aan de ene kant en de gemeente Waterland aan de andere kant een watertappunt geopend. Nu is het vandaag een regenachtige dag, dus je zou je kunnen afvragen of dat watertappunt wel zo nodig is. Het water komt nu gratis van boven. Maar er zijn ook mooie dagen en voor toeristen lijkt het dan heel belangrijk dat we hier een watertappunt krijgen. Straks als de opening gedaan is, dan zullen we wat verder met de mensen praten en krijgt u wat meer informatie. Welkom bij dit heugelijke moment waarbij we het eerste watertappunt van de gemeente Waterland gaan openen. En het had eigenlijk de eerste in Nederland moeten zijn, want ja, je hebt een naam, hè? Noblesse oblige, zeggen ze wel eens als Waterland. Wij kennen heel veel water in de gemeente. We staan hier aan de rand van een van de hele mooie plekjes die wij kennen als het gaat over het waterrijke gebied. Maar we hebben maar heel weinig punten waar je openbaar water zomaar uit de grond kunt halen. En ook nog eens gratis. En het is heel mooi dat we in samenwerking met PWN hier vandaag dat eerste watertappunt mogen gaan opleveren. We gaan er nog meer neerzetten in de komende jaren. Dit is een heel mooi begin. Het is vandaag ook een waterrijke dag, dus ik verwacht niet dat er heel veel dorstige mensen langskomen. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik weet zeker dat op deze plek dit watertappunt heel goed zal worden gaan gebruikt. En ik vind het in elk geval een hele grote aanwinst voor de gemeente. En ik dank PWN ook heel hartelijk voor de samenwerking hierin. Ja, ook vanuit mijn kant felicitatie aan de gemeente Waterland. Ook zo'n mooi watertappunt in de gemeente. We hopen er dit jaar 30 uiteindelijk neer te zetten. Dus het is groeiende in Noord-Holland. Want ja, waarom dus duur flessen water kopen als er fantastisch water uit de kraan komt in Nederland? Staan we niet altijd bij stil dat het zo'n hoge kwaliteit is. Maar ik durf gerust te zeggen dat het de beste kwaliteit water van de wereld in Nederland gewoon uit de kraan komt. Dus ja, waarom flesjes gebruiken? Dagelijks gaan er zo'n 500.000 flesjes dus de vuilnisbelt op. Dus het is ook nog eens een mooie bijdrage aan het milieu. Nou, het milieu als PWN, dat dragen wij een goed hart toe. Want behalve drinkwaterbedrijf zijn we ook natuurbeheerder. De duinen van Zandvoort tot aan Bergen wordt door ons beheerd. Dus kortom, ik zou zeggen, alle bewoners van Waterland en alle toeristen, maak gebruik van dit fantastische mooie watertappunt in Zuiderwoude. Een mooie plek in Waterland. Oké, zullen we hem openen? Hoe gaan we dit openen? Doen? Wij gaan ergens een lintje losmaken of. Nou, daar is die dan. Wat een mooi ontwerp ook nog. Ja, nou, en nu gaan we kijken of die werkt natuurlijk. Ja, hoe werkt zo'n ding? Nou, dat gaan we nu zien. Ik heb het idee dat we ergens op een knopje moeten drukken. Die zit hem hier aan de voorkant. Aan de voorkant, waar anders? Dus dan zal ik er even op drukken en dan. Dat die eerst al vast tegen. Gaat die lopen? Kan je gewoon weer loslaten. Oh ja, anders loopt hij te fel. Oké. Dan kan ik even vullen. Water van boven. Alles heeg. Nou, zeg proost. Proost. Dit, fantastische mooie watertappunt. Ja. Zeker weten. Met dit glas wil ik graag op de foto staan. Zonder bubbels. Die bubbels komen er vanzelf wel in. Ja. Maar op goede temperatuur. Hij is heerlijk. Heel goed jaar. Ja. Iets dichter. Hebben ze? Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, we hebben zelfs een ontwerpprijs ook mee gewonnen een paar jaar geleden. Dus, ja, het ziet er echt fantastisch mooi uit. Want dat vinden we ook belangrijk. Om drinkwater wat aantrekkelijker te maken voor vrienden, maar ook vooral voor de jeugd. Dat die dus hun bidonnetjes hierin gaan vullen in plaats van in het, op het toilet een waterkraantje vinden of wat dan ook. Ja. Vraagt zo'n watertappunt onderhoud? Ja, dus de watertappunten die wij leveren, die nemen wij in aan het einde van de herfst, oktober, november, als het koud wordt. Dan nemen we ze in onderhoud, worden ze weer helemaal tip-top gemaakt en na de winter, ongeveer april, zetten we ze weer neer.
Dus dan kunnen ze er weer een seizoen tegen. En zo nu en dan komen dus inspecteurs van ons land langs om dus watermonsters te nemen. Om te kijken of de waterkwaliteit nog goed is. En dan gaat het naar het laboratorium om te kijken of inderdaad aan bacteriële en andere kwesties wordt voldaan. Inderdaad, ja. Dus we hebben een laboratorium staan in Haarlem. Die dagelijks onderzoek plegen aan het drinkwater van Noord-Holland. Ja. Sta je normaal gesproken ook niet zo bij stil dat gebeurt. Daarom is het goed dat u vandaag in beeld bent, zodat u ook aan de kijkers kunt vertellen dat de waterkwaliteit wel degelijk een voortdurende aandacht heeft. Anders zou ik het niet drinken. Dus ik vertrouw het volkomen. Okay. Op elke plek in Noord-Holland. Dat is een mooi advies voor mensen. Ik heb geloof ik bij de inleiding gehoord dat dit een samenwerkingsverband is tussen PWN aan de ene kant en de gemeente Waterland aan de andere kant. Is dat zo? Ja, dat klopt. Er zijn meerdere leveranciers van watertappunten en de gemeente heeft een goede samenwerking met PWN. En wij hebben gekozen om het ontwerp van PWN hier in Zuiderwoude neer te zetten. En wat heeft besloten dat alleen het ontwerp of was er nog iets anders ook? Nee, we hebben sowieso een goede samenwerking. En onze ambtenaar Pascal is daar ook heel blij mee. Die mogen wij nooit noemen, maar het werk wordt natuurlijk heel erg voorbereid door onze ambtelijke organisatie. En ja, het mooie is dat die ook enthousiast zijn. Dat hoeft u aan mij niet uit te leggen, maar het is voor de kijkers natuurlijk ook wel belangrijk dat zo is. Zeker weten. Past dit ook in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Waterland? Zeer zeker. Dit punt dat realiseert eigenlijk heel veel doelen. We zien gemeentes waar het gaat over jongeren op gezond gewicht. Er werd net al gezegd dat jongeren hun bidon kunnen vullen hier met kraanwater in plaats van limonade bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk. Het is dichtbij. Het voorziet ook in een toeristisch stukje toerisme, zeg maar. Waarbij je dus een ondersteunende dienst hebt door te zorgen dat mensen die hier langskomen fietsen of wandelen. En dit is natuurlijk een hele drukke route. We zien vandaag helaas alleen maar auto's langsgaan. Maar we weten dat dit ook een hele drukke route is voor fietsverkeer en wandelaars. Dus daarin voorziet het in een extra service. En wat ik aangaf, het is heel gezond. Drinkwater is gezond. Dus sowieso in gezonde voeding hoort water thuis. Dus het dient eigenlijk heel veel doelen. En het mooiste is dat Waterland en water hierbij weer een nauwere samenwerking kennen. Ja, nou dat is weer een tipje van de sluier nu opgelicht. Naast dat hier gewoon Waterlanders zijn en mensen uit Zuiderwoude, er komen hier ook nogal wat toeristen langs. Bijvoorbeeld op het moment zie je heel veel campers uit Zuid-Europa. Is er nou een instructie nodig voor de Italianen, de Grieken, de Spanjaarden, de Portugezen om te begrijpen wat dit is? Kijken. Nou, zullen we gewoon eens een aanhouden en vragen of hoe moeilijk het is. Dat is inderdaad een goede test. Want ja, in het buitenland is vaak niet niet mogelijk om water gewoon uit de kraan te drinken. Ja, of je moet van chloorwater houden. Wij noemen dat zwembadwater. Buitenlanders zijn niet altijd gewend dat er fantastisch mooi water, wat goed drinkbaar is, uit de kraan komt. Mm-hmm. Nou, neem maar zelf, als je op vakantie bent in Frankrijk, Verenigde Staten. Als je onder de douche gaat staan, komt er een enorme walm aan chloor op je af. Dat nodigt uit om meer shampoo te gebruiken. Dus in verband met de geur, maar dat is weer niet goed voor de afvalwater om veel shampoo te gebruiken, zoals u waarschijnlijk weet. Maar dus ja, voor buitenlanders, die zullen inderdaad hier vreemd van opkijken. Dat je zomaar water langs de kant van de weg kunt pakken en kunt drinken. En het is ook nog gratis. En het is ook nog gratis. Althans, voor de mensen die hier tappen. Degene die tappen, daarvoor is het gratis. Maar in Nederland, water is toch heel erg goedkoop. Dus 99% van onze klanten weten eigenlijk niet hoeveel ze voor water betalen. Liever gezegd, hoe weinig ze voor het water betalen. Inderdaad, ja. Dus je betaalt 1,62 euro voor 1000 per kuub. Ja. Ja, een kuub is 1000 liter, dus als je dat vergelijkt met een klein flesje bij de supermarkt. Dus ik zou zeggen, koop een bidon, een goede bidon. En ga hem vullen in dit soort fantastisch mooie tappunten. En thuis. U bent ook van de marketing. Nu zijn we al tweede helft van augustus. Het seizoen voor de toeristen is wel zo een beetje over zijn hoogtepunt heen, verwacht ik. Krijgt u nou aan het einde van het seizoen een beetje een beeld van hoe vaak hier gebruik van gemaakt is? Ja, dus anders zit er een meter in of zo? Ja, dat houden wij bij. En de allereerste watertappunt wat in Alkmaar is geplaatst,
Daar is in 1 jaar tijd dus 12 kuub water verbruikt, dus 12.000 liter. Dus behoorlijk wat. Ja, dat is de moeite waard, zou je zeggen. Dus de investering waard. Ja, nou, dank u wel voor de toelichting. En we hopen dat de toeristen, de waterlanders zelf, hier uitgebreid gebruik van maken. En aan het einde van het seizoen dan kunnen we meten hoeveel het geweest is. Dank u wel. Graag gedaan.